welkom bij een nieuwe video. Ik heb de afgelopen weken heel veel gevlogd, beelden voor jullie geschoten om jullie op de hoogte te houden, om alles eigenlijk vast te leggen, meer ja, als een soort van dagboek, vloggend dagboek. Ja, omdat het gewoon voor mij heel speciaal is en heel spannend is. En natuurlijk heb je in de titel al kunnen zien, maar het klopt, er is inderdaad een optie op de filmrechten van Vertaalspel, van dit boek dus. Uitgegeven door Klavis. Het boek is vorig jaar verschenen en ik heb verschrikkelijk veel prachtige recensies gekregen. En dat begon vorig jaar ergens op te vallen. En ik kreeg toen een paar keer bericht van een producer of van een scenario schrijver die benieuwd was en die interesse had in de filmrechten. Heb ik jullie ook in wat beelden laten zien. Eind vorig jaar geloof ik, in de eindejaarsvideo. Daar is niks uitgekomen, daar is geen optie uitgekomen. En toen een paar weken geleden kreeg ik bericht van iemand die ik wel al een tijdje kende en van wie ik wist dat ze in deze wereld werkt, in de filmwereld. Want ze heeft een tv- en filmproductiebedrijf. En toen een paar weken geleden liet ze me weten dat zij interesse had in de filmrechten. En nou ja, al die dingetjes heb ik in ieder geval gefilmd, kun je hier in de vlog bekijken. Maar ik ben in ieder geval heel erg trots op te kunnen zeggen dat dus... dat er een optie is op de filmrechten van Vertaalspel. Ik vind dat helemaal fantastisch. Wat er nu allemaal gaat gebeuren, daar neem ik jullie allemaal in mee. Het is voor mij ook allemaal nieuw. Ik heb wel gelukkig heel veel advies kunnen krijgen van Chantal van Gastel, die dit natuurlijk allemaal al mee heeft gemaakt met Zwaar Verliefd. Voor mij is het ook hartstikke spannend. Iedere keer als er iets is, wat ik kan filmen, wat ik kan vloggen, dan laat ik het jullie natuurlijk zien. En als jullie vragen hebben, laat het vooral hieronder even weten. Ik weet niet of ik overal al antwoord op heb, maar ik zal proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. De rest van de vlog kunnen jullie zien hoe het de afgelopen weken is gegaan. Dus ja, mega spannend dus. Het is vandaag 20 februari en gisteren was het gesprek met Kitty. En vanmorgen is het allereerste wat ik gedaan heb. Een mailtje gestuurd naar mijn uitgever en verteld wat voor gesprek we hebben gehad, wat de bedoeling is. En gezegd dat Kitty van Glimlach Media een optie wil voor op de filmrechten. En dat we z'n drieën dus moeten af gaan spreken. Een optie overeenkomst en dan zien we verder. Binnenkort zal er dan een afspraak komen. Ja, ik vind het echt heel erg spannend. Ik heb ook Chantal van Gastel even geappt. En haar dit laten weten en om advies gevraagd. Maar als je nog tips hebt, dan kwamen ook wel hele goede dingen uit. Die ik kan onthouden en ik vind het, nu is het vooral gewoon heel erg spannend. We gaan nu echt een zenuwslopende tijd in. En dat kan natuurlijk maanden duren, zeker een jaar. Meer heb ik nu nog niet, in ieder geval gemaild. Afwachten nu tot de afspraak voor de optieovereenkomst. En vandaag is het, nu ik dit zeg, denk ik ineens elke dag is het, ik heb geen idee, 22 februari. En ik heb vandaag mail gekregen van mijn uitgever en van iemand anders van Klavis. En hij vindt het helemaal fantastisch. En er moest dus een datum gepland gaan worden voor de eerste afspraak. En dat is dus op 14 maart, over 3 weken. En dan gaan Kitty van Glimlach Media en ik gaan dan naar het kantoor in Amsterdam. En dan gaan we dus over de optieovereenkomst praten. Dus nog 3 weken eventjes afwachten. En dat ik niks tegen iemand mag zeggen. Hoewel een paar mensen dat natuurlijk allemaal wel weten. Want ik kan mijn mondmasker heel erg goed houden. Als het goed is, komen we uit het gesprek met een officiële optie. Op de filmrechten van Vertaalspel. Dus de volgende beelden die jullie gaan zien zijn pas van over 3 weken. Ik ben nog eventjes een paar weken helemaal in spanning. Omdat ik het gewoon echt allemaal heel erg spannend vind. En ik kan me echt amper concentreren op mijn werk. En daardoor werk ik verschrikkelijk langzaam. En ik had al lang klaar kunnen zijn echt vandaag. Niet normaal. Maar concentratievermogen is helemaal weg. Ik hoop dat de komende 3 weken wel iets minder wordt. Want er moet wel gewoon gewerkt worden. Deadlines moeten gehaald worden. Maar het is heel erg moeilijk om nu gewoon te werken. Dus ja. Vandaag is het donderdag 14 maart. En ik ben echt... verschrikkelijk zenuwachtig. Ik ga zo meteen naar Amsterdam toe, naar mijn uitgever. Daar heb ik een gesprek met mijn uitgever en met degene die een optie wil op de filmrechten van Vertaalspel. Dus het is een super spannende dag. Ik had ook expres vandaag geen werk verder ingedeeld, alleen wat huiswerk nakijken. Omdat ik gewoon wist dat ik zenuwachtig zou zijn. Dus ik ga er nu naartoe en hoop jullie straks meer te kunnen vertellen. Yes, ik ben hier met Kitty. En we hebben net een heel leuk gesprek gehad met mijn uitgever, van Klavis. En ik zit dadelijk zo.
Kitty gaat met haar bedrijf de optie nemen op de filmrechten van Vertaalschool. Dus ja, we gaan een contract binnenkort tekenen en we gaan later dit jaar gaan we samen aan het script beginnen. En ik ga alles over nog vertellen, helemaal uitgebreid, maar nu ben ik gewoon vooral heel erg blij. Het gesprek ging supergoed en ja, blij. Het gaat echt super tof worden. Daar kom ik later op terug, maar dat wil ik alvast eventjes zeggen. Oké, we zijn dus vandaag een dag verder. Zo verschrikkelijke hoofdpijn en ik ben zo moe. Ik weet niet hoe ik precies deze dag door ben gekomen. Dat ik toch mijn deadlines nog gehaald heb. Dus ik denk dat ik het nieuws ook nog eventjes moet verwerken. In oktober zat op de planning dat Kitty en ik samen het script gaan schrijven. Ik krijg heel veel inspraak en ik heb altijd een adviserende rol in het geheel. En dat vind ik heel erg fijn. Dus er gaat dus ook een hele tijd overheen. Het wordt een hele spannende fase. Maar ik ga jullie in ieder geval in elke stap meenemen. Mijn vlogcamera gaat overal mee naartoe. Want ik vind het gewoon heel erg leuk om jullie daarbij te betrekken. Dus ja, dit is gewoon echt verschrikkelijk spannend. En het gaat gewoon denk ik nog veel spannender worden de komende maanden. Maar ik ben al lang blij dat ik in ieder geval alvast mag vertellen dat de optie er is. En dat ik er gewoon openlijk over mag praten. En daardoor jullie dus ook mee kan nemen in het hele proces. Dus dat vind ik echt super tof. En ja, verder weet ik het eigenlijk ook nog niet. Jullie horen me weer over dit onderwerp wanneer ik iets weet. En ik hoop dat het snel is, maar dat kan ook echt nog wel een tijdje duren. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat jullie van dit nieuws vinden. En ja, ik zit nog eventjes op mijn roze wolk. En daar donder ik voorlopig denk ik niet vanaf. Dus ik zie jullie binnenkort weer met nieuws hierover of ander nieuws. Ik heb ook net de cover review gedaan deze week. Of gisteren trouwens. Of eergisteren. Gisteren? Eergisteren. Ik weet niet meer. Deze week van Break a Leg. Dus jullie hebben de cover nu ook kunnen zien. Zo niet. Dan zal ik me eventjes nu hiernaast plaatsen. Dus de cover van Break a Leg is er nu ook. De flaptekst is er. Die kun je online vinden op Goodreads. En op mijn website. En in mei zal hij verschijnen. En eind juni zal dan de boekpresentatie zijn op een event. Daar horen jullie alles nog over. Dat gaat echt super tof worden. Dus voor nu is dit het wel eventjes. Dus doei!